Breda Nu. Je weet het meteen. Voor de Urban Hockey Tour gingen wethouder Paul de Beer en Breda Actief samen met kinderen op straat hockeyen om ze te stimuleren meer te bewegen. Ik zag al een rondje om de wereld met een stick. U heeft vroeger dus ook al gehockeyd, of niet? Ja, dat klopt. Ik heb vroeger zelf veel gehockeyd. De laatste paar jaar kom ik er niet zoveel aan toe, omdat ik natuurlijk bij alle sportclubs wil zijn in het weekend. Dus dan krijg ik het niet goed meer voor elkaar om iedere week bij een team aanwezig te zijn. Maar het blijft een leuk spelletje, vind ik. Dus ik dacht toen ik deze opening in mijn agenda zag staan, dacht ik, ga lekker mijn hockeykleren aantrekken en zelf ook meedoen. Ik werk bij Breda Actief. Ik ben actief in de wijk Noordoost, voornamelijk Hoge Vught. En ik hoop met de kinderen uit de wijk gewoon hier wat te kunnen bereiken. Door ze te laten sporten bijvoorbeeld. Of nu hebben we de Urban Week. Ze kennis te laten maken met hockey. Ja, we gaan 20 keer dit doen, Urban Hockey, door de hele stad heen. Juist om de hele stad er iets van te laten merken, te laten genieten dat de Champions Trophy in Breda is. De Champions Trophy is het toernooi met de 6 grootste hockeylanden ter wereld. Die spelen straks eind juni. En begin juli spelen die voor de Champions Trophy, voor de wereldbeker om het zo maar te zeggen. En dat is een super evenement. En we willen op deze manier iedereen, alle kinderen in de stad, een beetje laten kennismaken met het hockey. Lukt het dan allemaal een beetje? Kennen jullie wel van? Ja, een klein beetje, ja. Niet alles. Lukt het, bijna. En hoe gaat het bij jou? Het is wel moeilijk, maar het lukt wel langzaam. Door onze inzet proberen we dus die kinderen wel te laten sporten, van alles aan te bieden. En dit is echt een ideale mogelijkheid om ze dan even wat hockey bij te brengen. Veel kinderen die hebben gewoon het geld niet. En wij zijn denk ik de juiste oplossing om die kinderen dan lekker aan het bewegen te krijgen. En dan kun je kijken of je misschien ook de andere kant op kunt doen. Ja. Hier door je benen. Ja? Breda Nu. Je weet het meteen.